Naast de 20 meldingen van eerder deze week heeft de politie nog eens 200 meldingen binnengekregen van mensen die zijn opgelicht bij het boeken van hun vakantie. De slachtoffers van de oplichting boekten een vakantiehuis via de website vilaspanjehuren.nl. Bij aankomst in Spanje bleek dat de vakantiewoning niet bestond of al volgeboekt was. De 200 meldingen hebben tot nu toe tot 40 aangiftes geleid. De politie zet extra mensen in. Wij zijn vandaag begonnen met, met vier mensen om uh, al die. Mensen die zich hebben gemeld bij ons, die 200, om die terug te bellen. Enerzijds om die mensen te adviseren om aangifte te doen, maar ook te vertellen wat ze eigenlijk het beste ook bij die aangifte kunnen voegen, zodat die ook zo goed mogelijk onderbouwd is. En wat kunnen mensen het beste bij hun aangifte voegen? Nou, in ieder geval zoveel mogelijk proberen toch aan te tonen dat je daadwerkelijk bent opgelicht. Als je alleen maar aangifte doet met het vermoeden dat je bent opgelicht, ja, dan kom je niet zo ver. Dus wij adviseren de mensen om proberen in ieder geval in Spanje te achterhalen hoe moeilijk dat het misschien ook lijkt. Of een adres, wat je gehuurd hebt, een pandje dat je gehuurd hebt, dat het ook echt bestaat. Nou, via internet kun je heel ver komen momenteel. Je kunt een toeristenbureau bellen in die plek ook, die hebben meestal ook wel bestanden. En als je die informatie hebt, ja, dan kunnen wij waarschijnlijk iets meer en staat ook de aangifte er sterker op. Het onderzoek is in volle gang. We zijn op diverse sporen uh, actief. We proberen uh, toch te achterhalen waar de directeur van het bedrijf is, een 41-jarige meneer, die eigenlijk in Arnhem thuis hoort. We zijn bij zijn huis zijn kijken naar hem, ja, dat stond leeg. En meneer is volkomen spoorloos. Proberen we het achterhalen. We zijn bezig om de administratie van het bedrijf in kaart te brengen. Dus echt ook duidelijk bezig om de financiële stromen uh, zo goed mogelijk uh, in beeld te krijgen. Ja, en we zijn op diverse fronten bezig om toch maar te kijken van wat is er gebeurd. Is alles ook inderdaad uh, niet correct verlopen? Was het ook inderdaad malafide? Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat er andere oorzaken aan de grondslag liggen. Dus wij zijn er echt heel erg druk mee te doen, de medenteel. De schade is aanzienlijk. Dit lijkt toch op een hele omvangrijke zaak waar ontzettend veel geld in gemoeid is gegaan. Ook het leed wat erachter zit, dus die krijgt van ons een hoge prioriteit. Om hoeveel geld gaat het tot nu toe? Weten we nog niet. We hebben nu 40 aangiftes. En die 40 aangiftes, daar gaat ongeveer een bedrag mee gemoeid van dik 50.000 euro. Gedupeerden die hun geld terug willen, zullen naast de aangifte een civiele procedure moeten starten. Maar ook hierbij liggen oplichters op de loer. Wat je echt dus heel vaak ziet in dit soort situaties, is dat er mensen opstaan ergens in het land en die zich als belangenbehartiger opwerpen, maar tegen betaling. Wij adviseren de mensen, zoek wel iemand die erkend is, een advocaat, een belangenorganisatie, maakt niet uit. Als het maar een erkende iemand is, want anders ben ik bang dat je weer een hoop geld kwijt bent en dat je van de regen in de drup komt. Vakantiegangers kunnen voorkomen dat ze opgelicht worden door te boeken bij een reisbureau dat is aangesloten bij een brancheorganisatie en navraag te doen bij de verhuurder ter plaatse.